Welkom bij Sherlock Holmes Consultant Detective, Jack the Ripper en West End Adventures in 3 minuten. Sherlock Holmes Consultant Detective is een spel voor 1 tot 8 spelers vanaf 14 jaar. En er staat 1,5 uur op de doos, maar wij doen er een stuk langer over. Ja, en dat heeft 2 hele belangrijke redenen. We zijn vrij sloom, we lezen alles echt goed na. Maar ondanks dat zijn we ook niet al te best. Nee, het is goed dat wij Sherlock niet zijn. Nee, want Sherlock scoort altijd aan het einde 100 punten. Ja. En dat halen wij sowieso nooit. Maar nee. We zijn al blij met een positieve score. Ja, maar dat gezegd hebbende, we vinden het wel geweldig. Ja, en dat komt gewoon doordat de setting fantastisch is. Het speelt heel makkelijk, het verhaal zit goed in elkaar. En het is altijd leuk om te lezen wat Sherlock aan het einde nou weer bedacht heeft, waardoor hij het toch heel snel kan oplossen. Ja, precies. En we krijgen vaak de vraag, moet je ze op volgorde spelen? Want dit is deel 3. Nee, dat hoeft helemaal niet, want alle casussen staan los van elkaar. In deze doos zitten ook weer 10 casussen. 4 casussen daarvan zijn een doorlopend verhaal over Jack the Ripper. En de andere staan allemaal los van elkaar, maar je hoeft dus niet de andere delen eerst te spelen. Nee, dat klopt. En wat je dus doet, je gaat uiteindelijk het begin van de casus lezen, waar je allemaal aanwijzingen krijgt. En het leuke is dat het begin van die casus voorgelezen wordt door een professionele voorlezer. En daar gaan we nu heel even naar luisteren. It's been an hour since 221B Baker Street went as quiet as the Diogenes Club. Die man heeft zo'n mooie stem, dat is echt ziek. Ja, ik zit er direct in en ik denk gelijk, ach, einde 19e eeuw, Londen, wat een heerlijkheid. Ja, we zetten de jaren 20 muziek op, of weet ik welke muziek, en we gaan er weer voor. Absoluut. En daarmee ga je dus uiteindelijk hints opschrijven. Er zit ook weer kranten bij, 1 krant per casus. Daar haal je ook weer hints uit. En die ga je uiteindelijk proberen te zoeken in dit boek. En daar krijg je een stukje tekst. Ja, want je wordt dus elke keer weer verwezen naar locaties. Denk je, oh, daar kan ik wel eens gaan kijken of daar een hint is. Dan ga je daar naartoe en dan staat er dus een stukje tekst in dit boek. Ik ga natuurlijk geen spoilers laten zien. En daar staan dan weer hints over hoe het verder zou kunnen gaan. Verdachten, informatie, je kan mensen ondervragen, je kan de politie. Ja. En je hebt een lijstje met hulpjes die je kan bezoeken als je er even niet meer uitkomt. Absoluut. En soms moet je dus echt kijken op de kaart of iemand daar wel geweest is. Ja. Je moet in dit boekje opzoeken wat het adres is van de verschillende verdachten. Dus ja, dat is gewoon echt heel tof om te doen. En als je ook maar een klein stukje zelf uitvogelt, dan voel je gelijk, wauw. Ik ga ervoor. Ik ga ervoor inderdaad. Dus dat is echt heel tof. Maar wat vind jij van Sherlock Holmes Consulting Detective? Ja, ik vind het geweldig. Totdat ik die vraag aan het einde moet beantwoorden, dan denk ik, oh, ik heb denk ik iets gemist. Nee. Ja, inderdaad. Maar dan is het alsnog super inderdaad, als je leest wat Sherlock ervan gebrouwen heeft. Ja, wij zijn gewoon gek op detective spellen en dit is tot nu toe wel zo'n beetje het ultieme detective spel. Ja, dit is echt het moeilijkste inderdaad. Want je had het al even over die vragen aan het einde. Sherlock krijgt altijd 100 punten. En je krijgt pluspunten als je vragen goed beantwoordt. Maar je krijgt dan weer minpunten voor elke locatie die je meer bezocht hebt dan Sherlock. Dus dat kan er dus voor zorgen dat je zelfs in de min terechtkomt. Maar dat proberen wij meestal te voorkomen. Het zou kunnen dat wij regelmatig in de min eindigen. Ja, inderdaad. Maar gelukkig niet altijd. Nou, en gelukkig houdt het niks af van ons plezier, want we genieten er alsnog heel erg van. Absoluut. Ja, dit is gewoon echt een topspel. Dus ik denk, als je houdt van detective spellen of als je houdt van een enorme uitdaging, ja, dan denk ik dat Sherlock Holmes Consultant Detective een dikke tip is. Een van onze favorieten.